Cas we zitten hier bij MP Motorsport in West-Maas, jouw raceteam. Uh, dit is de auto waarmee jij dit jaar rijdt. Je mag zelf even de naam van de klasse noemen, want die is zo ingewikkeld. Ja, het yeah, is de Formule Regional European Championship by Alpine. Ja. Ik maak er Formule Alpine van. Voorheen ja. de Formule Renault, waar heel veel topcoureurs in hebben gereden, het vak in hebben geleerd. Ja. Um, jij bent nog redelijk in het begin van je autosportcarrière en je bent, neem ik aan, ook op de karts begonnen, voordat je in auto's ging racen? Ja, ja ik was 3,5 toen ik begon in, uh, in Lelystad en daarna ben ik van... Uh... Van kleine katjes ben ik naar het Europees niveau gegaan, in de OK. Uh, en daarna vorig jaar Formule 4. En dan nu dit, uh, dit jaar de Formule Alpine. Dus het is nu je tweede jaar in de autoracerij. Ja. Dat Formule 4 seizoen van vorig jaar was ook bij NP Motorsport. En dat ja. was uh, nogal succesvol. hè? Ja, heel erg. Ja, ik heb van de 21 races heb ik 13 gewonnen en het kampioenschap gewonnen. Dus dat was zeker erg succesvol. Hoe heb je dat jaar beleefd? Een ja, het roze wolk, zeg maar? Ja, ongeveer wel. Kijk, de eerste, eerste weekend won ik direct alles. Dus dat is natuurlijk al uh, heel gaaf. Dus het was gewoon uh, ja, een super seizoen. Terwijl het best moeilijk is. Hè. Als je goed kan karten, kan je niet per se ook heel goed autoracen. Nee, dat zegt niet altijd alles natuurlijk. Uh, maar na de eerste test in de, in de autosport ging het ook al direct goed. Dus dat uh, was, uh, was al uh, erg goed. Ja. En bij een Nederlands team, is dat nog een voordeel? Het uh, is natuurlijk altijd wel fijn om bij een Nederlands team te zitten. Ik heb ook een Nederlandse engineer, maar ik heb uh, een uh, monteur uit Engeland. Dus ja, we zitten eigenlijk uh, met, uh, door heel Europa van mensen. Dus ja, het is niet per se dat het veel beter is, maar het is wel altijd fijn dat je wat Nederlanders om je hebt. En je reist ook door heel Europa heen, hè? Waar ja. ben je bijvoorbeeld al geweest? Uh, waar gaat dit seizoen, dit seizoen deze klasse rijden? Ja, we hebben nu in Monaco gereden, um, echt, ja, Barcelona, overal komen we eigenlijk. En ook vaak op krampie circuits? Ja, ja ook Red Bull Ring komen we nog. Uh, dus ja, we hebben ja, nog. En het krampie circuit in Nederland ja, natuurlijk. Want Zandvoort. binnenkort race je met deze auto met, ik geloof, 35 andere concurrenten. Ja. Op het circuit in Zandvoort. Ja, ja, dat wordt wel erg krap, maar wel super gaaf natuurlijk dat het ook in Nederland is en op Zandvoort. Wat wel een hele mooie baan is om op te rijden. Ja, Vanaf 18 juni, vrijdag 18 juni is het Hoe ziet zo'n weekend er dan uit voor jullie? Um, ja, we hebben dan vrijdag hebben wij vrije trainingen. We hebben zaterdagochtend hebben we kwalificatie en een wedstrijd in de middag. En zondag ook weer in de ochtend kwalificatie en een race in de middag. Is het een circuit wat je al kent, Zandvoort? Ja, het is je thuisscircuit, maar je hoeft niet per se er al veel op gereden te hebben, hè? Nee, ik heb Omdat vier... je zo vaak over de grens zit zelf. Ja, ja ik heb vier testdagen daar gehad in de Formule 4. Maar ik heb er nog nooit een wedstrijd gehad. Dus dat wordt wel leuk om met deze auto hier voor de eerste te rijden. De eerste race op Zandvoort? Ja, ja. Maar dan is dit niet de makkelijkste klasse om dat te doen? Nee, nee, het is natuurlijk wel een hele zware klasse, maar wel een uitdaging natuurlijk. Wat maakt deze klasse zo zwaar? Uh, ja, we hebben gewoon een heel hoog uh, deelnemerslijst, 35 coureurs En ja, gewoon een heel sterk veld. Um, en het is ook nog een lastige auto. Dus dat wordt wel. Uh, wat, wel... Is, wat is een lastige auto? Het is wel een snelle raceauto, toch? Ja, 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 maar het is ook een zware auto. Dus je moet heel precies rijden, heel rustig. Uh, en met Formule 4 was het een veel lichtere auto. Dus dat is natuurlijk wel een, een groot verschil. Is het moeilijker dan dat je had verwacht? Nou, dat niet per se. Ik heb uh, wel wat redelijk testdagen gehad om eraan te wennen. Dus dat uh, komt, uh, komt wel goed. Dus daar liggen die En Ik neem ja. aan, hier bij, bij motorsport hebben ze ook echt een state-of-the-art uh, simulator. Dat hoort ook bij Drees tegenwoordig. Heel veel achter die computerschermen zitten om je voor te bereiden. Jazeker. Ja, zeker. ja de voorbereiding is natuurlijk heel belangrijk. Ik doe het hier en bij Assel um, daar, ja, daar trainen we gewoon veel op de sim om de banen te kennen, de lijnen, rempunten. Dus dat is wel gewoon heel belangrijk. En ik zie. Op je auto een sticker staan van noc nsf team Ja. Nederland. Je bent officieel noc nsf Eigenlijk een soort Olympisch sporter, zeg maar. Ja, ook al heb dan... je geen Olympische Spelen. Nee, nee, jammer genoeg niet. Maar het is wel gaaf om daarbij uh, te horen, natuurlijk. Dat zou je zeggen. Alles is geregeld om op Zandvoort goed te gaan scoren. Ja, zeker. Dat is wel gewoon mijn uh, doel. Het is altijd natuurlijk mijn doel om goed te scoren. Maar Zandvoort is natuurlijk wel altijd weer uh, speciaal. Zou je dan extra zenuwachtig zijn? Toch misschien wat meer bekende op de tribune en toch een Nederlander op dat? In dat magische weekend op Zandvoort. Nog een Nederland. Ja, nou ja, dat valt nog wel mee. Ik wil gewoon mijn, uh, mijn best doen. En dat uh, doe ik eigenlijk altijd. Dus dat, uh, het is altijd natuurlijk, wil ik gewoon het maximale eruit halen. Wat is je, je doelstelling voor dit seizoen? Oké, okay, je wil in Zandvoort goed scoren. Altijd het maximale. Maar wat is, denk je, het, het meest haalbare voor jou dit jaar? Want het is een moeilijke auto. Pas het eerste jaar in die klasse voor je. Um, ja, nou voor mij is dan sowieso de top drie in de rookies. Het kampioenschap uh, mijn doel. En gewoon wat eigenlijk, zijn rookies? Uh, rookies zijn de eerstejaars. Um, en gewoon om in de top 5 te eindigen, dat is gewoon altijd uh, mijn doel. Maar aan het begin van Zoom seizoen was dat moeilijk voor je om dat te doen? Ja, ja, erg lastig. Uh, we hebben nog wat uh, problemen zelf gehad. Uh, maar ja, we gaan gewoon steeds beter. Ik heb vorige race ben ik, uh, P7 geworden, dus uh, dat uh, moet wel goed komen. We komen steeds verder. Droom je wel eens van dat jij op Zandvoort op het podium staat? Ja, natuurlijk. Het is wel gewoon gaaf om in Nederland bij je familie en uh, sponsors bijvoorbeeld, om, dat, uh, om daar op het podium te komen. Doe je daar nog iets anders met je voorbereiding, omdat je dus een thuisrace gaat rijden? Uh, nee, nee, eigenlijk niet. De voorbereiding is altijd wel hetzelfde. Uh, altijd gewoon een goede voorbereiding. Dus. Zullen we afspreken? Top drie op ja. Zandvoort? Ja, is goed. Ja.